Een klein overzicht van de Stoneman-route. We beginnen in Belwald. Dan gaan we 100 meter afdalen, komen bij mijn huisje langs. En dan gaan we over dat randje, waar je eigenlijk niet kan fietsen, maar vooruit. Omlaag. Dit randje. Kom in dat bos daaruit. Dan maken we een haarspeldbocht. Komen we weer terug, gaan we dal in. Daar langs de rand van de sneeuw en het bos. En dan gaan we klimmen. Daar tegen die rand of ongeveer. Helemaal omhoog. Helemaal omhoog. Helemaal omhoog. Oké, en dan gaan we een beetje op hoogte door naar rechts. Of vlak onder die wolk langs. En daar is een tunnel onder de berg door. Daar kom je bij het eerste stempelpunt. En dan gaan we om de berg heen. Boven de lawinehekken langs. Terug. Dat is een vrij moeilijk stukje waarschijnlijk. En dan gaan we daarna makkelijk door naar wat hier niet zichtbaar is. Daarachter. Daar klimmen we nog een klein stukje omhoog. Vervolgens dalen we daarachter helemaal omlaag naar het dal. En daar in de verte, daar komen we weer tevoorschijn, bij dat witte plekje. En daar klimmen we omhoog naar dat punt. En nog ietsje verder. Dan gaan we daar achterlangs even vlak en dan omlaag. Dat is de Breithorn. Gaan we omlaag. Komen we helemaal uit in het dal, 1400 meter. Daar maken we een slinger, maar dat doen we niet moeilijk. Dan gaan we naar dit bos toe waar ik nu mijn ramvinger op leg. Op dat punt komen we ongeveer op die hoogte. Komen we daar door het bos. Gaan een beetje omlaag naar het Rolmedal dat hierachter ligt. Daarna maken we nog een slinger omhoog naar het dorp Belwald dat daar ligt. En dan zijn we er.